Onderzoeker, auteur en dichteres Lucia Wijnker-Gangadin roept Afro-Surinamers op om zich te verdiepen in de sieraden van vrije slavinnen in Afrika en vrijgekomen slavinnen na de afschaffing van de slavernij. Wijnker-Gangadin deed onderzoek in de wereld van sieraden en hun betekenis tijdens en na de slavernijperiode en presenteerde de resultaten afgelopen donderdag in de universiteitsbibliotheek. De onderzoeker gaf aan dat veel van deze sieraden verband houden met het Winti-geloof. Ik zou zeggen aan de mensen, de Creoolse mensen, de afstammelingen, van ga je erin verdiepen en vind je oorsprong. Maar dat is net wat ik zei, van als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet in het leven waar je naartoe gaat. Ik ben een Hindoestaan, ik heb mijn best gedaan, maar ik denk dat de mensen zelf zich erin moeten verdiepen. Want dat is er gewoon, die traditionele culturele, maar vooral spirituele waarden. En die zou best wel eens heel waardevol kunnen zijn voor ons als mensen, ook als heling. Hè? Want ze zeggen trauma, tast je DNA aan, wij moeten helen. Daarbij zou het kunnen helpen. Het is eigenlijk zo, van als iets lang genoeg bij je is, dan krijgt het automatisch een bepaalde betekenis en een bepaalde waarde. En van die schelpen weten we dat die werden gedragen als vruchtbaarheidssymbool, omdat het natuurlijk de vorm heeft van een vrouwelijke geslachtsdeel. Sensualiteit, seksualiteit, liefde en vruchtbaarheidssymbool. Die werden om de taille gedragen om de vruchtbaarheid te bevorderen. Maar dat was met die Pinka de Balangandang, dat heb ik uitgelegd. Dat zijn een soort van amuletten. Dus je draagt de bescherming van je voorouders aan je lijf. Wijnker-Gangadin zei verder dat de resultaten van haar onderzoek in een documentatiemap zijn vervat en op meerdere plekken te raadplegen zal zijn. Ze hoopt dat haar onderzoek een beginpunt kan zijn voor iets mooiers. Ja, op dit moment laat ik het achter bij het Kotto Museum. Dus die map met die documentatie laat ik achter. Rijksmuseum krijgt het ook in te zien. Er gaat eentje naar een Mungo-school op Mungo. En natuurlijk hier, Antwerpen Universiteit, die heeft erin. Maar er gaan geluiden op dat ik een boekvorm van moet maken. Wie weet komt het nog. Maar ik had niet verwacht dat er zoveel belangstelling zou zijn voor de oorsprong van de sieraden en de betekenis daarvan. Maar wat mijn streven vandaag ook is, dat ik iemand kan triggeren dat die zegt van wij gaan de Surinaamse eigen betekenissen van sieraden, kralen, stenen, zaden, pitten, dat ze daar een documentatie over maken en bewaren voor de toekomst. Daar zou ik heel blij mee zijn. Het document van Wijnker-Gangadin, getiteld Van bloedgeld, oormerk, arm, nek en enkeltuig naar dierbaar sieraad, bevat uitleg over verschillende kralen, schelpen en andere sieraden binnen de Afro-Surinaamse cultuur.